Dus jij mag de kat dan? Ja. Hanna en Julia hebben in 2 dagen een flinke productie gedraaid. Samen hebben ze meer dan 20 bloemen geknutseld. Daarmee willen ze de bejaarden in hun wijk een beetje opvrolijken. Een dag van tevoren zei ik, ik wil knutselen. En toen ging ik een bloem maken voor mijn opa en oma, want daar mocht ik ook niet langskomen. En toen wou ik weer knutselen en toen dacht ik, dan ga ik maar bloemen maken voor mensen in het bejaardentehuis. Want die kunnen nu geen bezoek ontvangen, omdat wegens het coronavirus. Hanna vroeg aan mij of ik mee wou helpen met de bloemen en toen zei ik ja en toen gingen we samen knutselen. De meiden vinden het allebei vervelend dat veel mensen alleen zitten door het coronavirus. Niet leuk, want mijn oma zit ook in een bejaardenhuis. Dan mag je ook niet langs. Nee. Dus die wilde je een beetje opvrolijken? Ja. Die mensen? En die andere mensen ook die in het bejaardenhuis zitten. Maar hoe krijg je bloemen bij bejaarden als je er zelf ook niet mag komen? Tijd om de proef op de som te nemen. Kijk, en hier waren ze bang voor. De buurvrouw van boven de 90 doet niet open. Zij krijgt een zonnetje door de brievenbus. Dan maar naar het bejaardentehuis. Misschien kan de receptioniste iets regelen. Omdat ze nu geen bezoek mogen krijgen voor het coronavirus, hebben wij allemaal dingen gedaan. Nou, dat ziet er wel heel mooi uit, moet ik zeggen. Dat is wel heel lief van jullie, hoor. Maar vinden jullie het goed dan als we het hier aannemen? Ja. Want ja, zoals je ziet, kan er geen bezoek binnen, helaas. Eén dappere bewoonster durft zich toch in de buurt van de kinderen te begeven. En zij neemt de bloemen aan. Dat komt allemaal goed. Ja. Gaat het helpen een beetje om de sfeer op te vallen? Ja, ik denk allebei de puntjes helpen. Hè? Dus ja, we hebben dus ook moeilijk, want we hebben geen bezoek. We mogen dus niet naar de koffiekamer komen, alleen dus wat eten. Dus we moeten zoveel mogelijk op de kamer blijven. Dus, het is niet allemaal even, hè? Dan hopen we heel vlug dat het voorbij is. Maar ja, we weten allemaal dat dat nog minstens 3 weken Goedjes. Gaat duren. Doei. En daarom gaan Hanna en Julia, als ze morgen klaar zijn met hun digitale lessen, opnieuw bloemen maken voor eenzame ouderen.